is weer een nieuwe hitserie in Netflixland. Ditmaal gaat het om de science fiction thriller actie genaamd Altered Carbon. En of het overschat is of gewoon ontzettend vermakelijk, zie je nu in onze review van Altered Carbon. Mystery needs to be solved. Mooi is dat, hè? Dat je ineens 10 afleveringen van een vette serie gewoon op je beeldbuis gedropt krijgt. En ze gewoon naar hartlust kan gaan kijken. En dat is wat Netflix doet. En dat is waarom heel veel mensen fan zijn van Netflix. En in Altered Carbon checken wij een toekomst. Einde 24e eeuw, 350 jaar in de toekomst ruim. Waarin de mensen zich hebben ontwikkeld. In zoverre dat ze hun lichaam niet meer hun hele leven dragen. Maar op een gegeven moment wordt het lichaam te oud. Gaan ze gewoon weer naar een nieuw lichaam toe. Ze noemen het dan ook een sleeve. Ze hebben hun persoonlijkheid en hun kenmerken mee op een stack. Die ze in hun, eigenlijk een soort wervelkolom doen als een schijfje. En zodoende kunnen ze honderden jaren leven. Wie maar liefst 250 jaar in de gevangenis heeft gezeten is onze hoofdpersonage. Takeshi Kovacs, de zoon van een gewelddadige Balkanvader en een Aziatische moeder. En hij heeft eigenlijk 250 jaar daarvoor een soort uprising, een opstand geleid. Tegen de heersende normen en waarden. Tegen dat hele sleeve stack verhaal. Het is helaas niet goed afgelopen. Hij is in de bak gegooid. En 250 jaar later wordt hij door de rijke magnaat Matt, zoals ze die noemen in de toekomst, de heer Bancroft, gespeeld door een uitstekende James Purefoy, een Engelse acteur. Om eigenlijk eens uit te vinden wie Bancroft heeft vermoord. Want Bancroft is vermoord, maar hij heeft gelukkig net daarvoor een backup kunnen maken van zijn stack. Volgt u het nog? Nou, ik wel. Het was niet altijd het geval, moet ik zeggen, bij Altered Carbon. Maar hierbij was het redelijk overzichtelijk en leek het op een soort moordmysterie. Nou, dat moordmysterie krijgt al gauw een toch wel een verrassende wending als onze Bancroft niet helemaal zo onschuldig blijkt te zijn als die is. Wat wil het verhaal namelijk? Hij betaalt grof geld aan een rijke callgirls in de toekomst, VR, die je dan niet alleen de seks mee mag hebben, maar echt gewelddadig kan gaan vermoorden om je diepste lusten te botvieren. En dat is iets wat onze Bancroft heeft gedaan. Maar daarbij heeft hij ook de stack van die persoon beschadigd. Nou, zo komt er een hele intrige en een heel verhaal waar onze Takeshi Kovacs, eigenlijk een Aziat dus in het lichaam van Joel Kinnaman, een Zweedse acteur, die uitstekend speelt, dat mag wel echt worden gezegd. Die we onlangs zagen in het vijfde en laatste seizoen van Kevin Spacey in House of Cards als de senator, de republikein. Daarvoor in de remake van RoboCop, The Killing. En ja, oorspronkelijk van Snabbacash, een leuke Zweedse film. Een aanrader als je die nog niet hebt gezien. En hij speelt echt overtuigend. Je zou het niet weten dat hij geen Amerikaan is. En tegelijkertijd heeft hij zich voor deze rol echt een enorm lichaam aangemeten. Waardoor de actiescènes, de vechtscènes ontzettend veel indruk maken in Altered Carbon. Zoals bijna alles wat visueel is in deze serie eigenlijk een soort sign of the time is. Want tv-series die benaderen, evenaren, soms ontstijgen het witte doek en de films. Blade Runner natuurlijk was wel ietsjes, nog ietsjes beter met het fantastische camerawerk. Maar goed, Altered Carbon komt zeker in de buurt. Doet denken aan iets mindere budget science fiction films zoals Equilibrium, The Matrix natuurlijk, wat ook alweer 20 jaar geleden is. En zodoende weet het zeker visueel qua actie de aandacht vast te houden. Waar Altered Carbon helaas een beetje, of misschien zelfs een beetje boel in tekort schiet, is het verhaal. Het is vaak style over substance en de moordmysterie, dat wordt een liefdesdrama. Het liefdesdrama wordt een soort maatschappijkritische, weet je wel, alles mag en geld kan alles kopen. En waarom in vredesnaam doen we wat we doen en waarom worden we aangetrokken tot seks en tot geweld. En eigenlijk allerlei thema's die we hier ook in onze maatschappij kennen, waar je niet 350 jaar voor in de toekomst hoeft te gaan. Wat bij mij ook een beetje een vervelende, zeurende indruk achterliet was het vrouwelijke hoofdpersonage Ortega, de detective gespeeld door Marta Higuera, een Zuid-Amerikaanse actrice die met heel veel passie en vooral heel veel irritatie
deze rol speelt, eruit ziet alsof ze net van een botoxkuur terugkomt. Uiteraard zijn dat soort Latino-types meestal temperamentvol, maar meestal werd zij mij in Altered Carbon in ieder geval het bloed onder de nagels vandaan te halen. Althans in de eerste 5 afleveringen en ook in de laatste 5, want het is iemand die overal emotioneel op reageert en zodoende de aandacht ontzettend naar zich toetrekt, terwijl dat juist voor mij de aandacht afleidt van het plot, van die leuke science fiction elementen, van de visuele pracht en praal en van de fantastisch acterende Joel Kinnaman. We hebben een heleboel leuke personages. We hebben dus onze vriend Bancroft, James Purefoy. We hebben een acteur die Vernon Elliott speelt, die later betrokken wordt bij het hele moordmysterie, Ato Ezzando. En dat is ook wel erg leuk, dat is de man die een soort van AI, een artificial intelligence, van, die spelen een grote rol dus in de toekomst. En zijn naam is Chris Connor en dat is echt, dat is misschien wel het leukste personage in heel Altered Carbon. Zoals ik al zei, een beetje een zwalkende serie, het begint heel goed. Dat moordmysterie wordt al gauw verlaten en later weet de serie eigenlijk niet welke kant ze op gaat. Het is ook geregisseerd door verschillende regisseurs, dus ja, zodoende mist het een beetje richting. Maar tegelijkertijd door het enorme overschot aan talent en ook geld, gebaseerd op een boek, is het toch wel de moeite waard en weet het 10 afleveringen lang te vermaken. Het heeft 2 vervolgen gehad in het echte leven, zo je wil. Het boek van onze vriend Richard K. Morgan, een Engelse auteur, dus gezien het succes van Altered Carbon kunnen de vervolgen waarschijnlijk niet uitblijven. En dan hoop ik echt dat ze daarbij meer aandacht besteden aan goede acteurs, goede personages, een goed script. En dan komt de rest vanzelf. Toch is Altered Carbon de moeite waard. Het deed mij denken ergens aan Dark, niet qua inhoud, maar een beetje qua potentie en word of mouth, wat ergens een klein teleurstelling is, maar tegelijkertijd erg vermakelijk om 's avonds en 's middags en 's ochtends te kijken als het buiten zo koud is. Vandaar dat ik een muts op heb. Altered Carbon krijgt een 7 van ons, een 7.0. Een grote belofte die niet altijd even wordt ingelost, maar toch ontzettend weet te vermaken. De nieuwe science fiction serie op Netflix, nu te zien. Ga het checken. Ben je het er mee eens? Geef een duimpje omhoog. Ben je het er niet mee eens? Laat het in de comments achter hoe het dan wel had gemoeten. Altered Carbon, een 7. Blijf kijken naar Multimedia Alden. Word abonnee en je mist niks van onze film, game en tv reviews. Dag! Reviews van de nieuwste games, de nieuwste films, de nieuwste muziek en nog veel meer multimedia hier bij Multimedia Alden op je buis. Abonneer je nu. Duimpje omhoog.